De Hansa Hand of Hand van Fatima zie je steeds vaker als sieraad of tatoeage. Ik ga je meer over vertellen in deze video. Namaste, ik ben Janine van Spieru. De Hansa Hand of Hand van Fatima is een mysterieuze talisman. Deze sierlijke hand met 5 vingers en oog in het midden vind je namelijk op verschillende plekken terug. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika staan de tekens op deurposten, bungelen ze aan autospiegels en worden ze gedragen als sieraden door moslims, joden en christenen. Zelfs in westerse yogascholen komt de hand steeds vaker terug. Het ontstaan van de hand van Fatima. Bij welke traditie de opgestoken hand precies hoort, is een raadsel. Zo krijgt de hand betekenis op verschillende manieren en verschillende religies claimen het. Hand van Fatima in de islam, de dochter van Mohammed. Hand van Mirjam, de Joodse profetes. En als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. Zowel in de islam, het jodendom en christendom wordt het handje dus toegeschreven aan vrouwen die bekend staan als voorbeeld voor moederschap en zorg. De hand van Fatima in het islam. De woorden Hamza, Kamsa, Kamesh of Hamesh betekenen in verschillende talen letterlijk 5. Moslims zien de Fatima-hand daarom als een verbeelding van de 5 leefregels of zuilen van hun religie. Belijdenis, gebed, geven van aalmoezen, vasten en naar Mekka gaan. De Hamza-hand in het Hindoe en Boeddhisme. Hier vertegenwoordigt de heilige hand de energiestroom van chakra's in je lichaam. Evenals de 5 zintuigen en mudra's. Hand van Fatima in het jodendom. Voor joden is het cijfer 5 juist verbonden aan het aantal boeken van de Torah, hun heilige werken. De Hamza hand heeft dus in elke religie een andere betekenis. Omdat het gelukshandje zoveel betekenis heeft, ziet hij er ook telkens anders uit. De Joodse hand van Mirjam is een eenvoudige mensenhand met de teksten van de Torah erin gegraveerd. De hand van Fatima is echter symmetrisch. Dat betekent dus 2 duimen. Het dragen van de Hamza hand kan naar boven of beneden. Waarom heeft Fatima's hand eigenlijk 2 duimen? Volgens een islamitisch verhaal was Fatima pap aan het koken toen haar echtgenoot Ali thuis kwam met een nieuwe vrouw. Fatima schrok zich een hoedje en liet de lepel los waarmee ze aan het roeren was. Uit pure verbijstering bleef ze koken met haar hand in de pan. Wonder boven wonder kwam ze er ongedeerd uit, maar wel met 2 duimen. Dat is volgens gelovigen een teken van de bijzondere bescherming door Allah. Veel mensen zien de gelukshanger als een uiting van vruchtbaarheid, vriendschap en vrede. Bovendien heeft een open hand niets te verbergen. Daarom zou de Hamza trouw en oprechte steun stimuleren. Heb jij nog vragen? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.